hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb nu onze drie pretlettertjes in de auto zitten. En ik ga Jordi nu naar school brengen. Hé hey, jongens. Wel, dat gaan we wel doen. Ja, wel. En als Jordi op school is, ben ik weer lekker thuis. Ik heb niet de plannen om specifiek weg te gaan. Want ik heb thuis nog zoveel te doen. Nou. Jordi is op school. En op de een of andere manier heb ik er altijd last van. Is na al die tijd dat hij nou naar school gaat dit jaar, blijf ik dit gevoel maar houden. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel echt heel erg dat ik echt zoiets heb van jeetjes. Daar gaat hij dan weer naar binnen. Dat is mijn manneke. En niet dat ik jaloers ben op die juf, hoor. Absoluut niet. Maar weer een beetje, ja, je laat hem daar achter en hij zit daar goed en hij wordt daar super verzorgd. Ik denk dat, hij heeft super leuke juffen en ja, het is toch wel een beetje lastig. Liam, die ligt alweer op bed. Die ligt te slapen. We hebben gespeeld en alles. En deze kleine Bink, die is nog wakker. En die wil niet slapen. Zo heeft mama nog geen pauze. Zeg maar, mama, ze horen geen pauze te hebben. Nee, mama, ze horen geen pauze te hebben. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Doet-doet. Toet, 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 toet. Ja, we doen het allemaal mee. Hij heeft vandaag een iets ander ritme. En hij vertelt zijn mama wel wat dat is. Klein kalf. Ik denk dat hij op zo'n... God, hoe noem je dat toch? Je hebt van die momenten. Dat ze in één keer veranderen of zo qua, hoe noem je dat, qua tijden of weet ik veel, of weet ik het hoe je dat noemt, regeldagen of zo, weet ik het. Maar in ieder geval, hij vertelt zijn moeder wel hoe dat zit. En dan moet je wel gaan drinken en niet naar je moeder kijken. Jordi is er weer en nu gaan we weer naar huis. Het is warm. En als je thuis komt, Jordi, wat doe je dan? Dan ga je drinken. En Pumba kijken. Ja, Sam. Ja, zeker. Ja. Zelfs Liam vindt het geen ramp. Ik heb heel eventjes Jordi's luier nog verschoond. En die is nu even lekker aan het onthaasten. Oké, okay. Jordi had een buikpijnaanval. En... dan moet ik gaan zorgen dat hij natuurlijk geen buikpijn meer heeft. Daar heb ik voor gezorgd. Ik heb hem daarna ook gelijk de douche in mogen zetten. Want alles ging door de scheid heen. Alles. En nou kan ik het slagveld even gaan schoonmaken. Nou, dit is het slagveld. Daar ligt de rest. Dus dan ga ik even schoonmaken. Schoon. Ik heb alles gedesinfecteerd, ontsmet en het is allemaal schoon nu. Maar ja, het is nou niet allemaal even makkelijk altijd, maar
Ik heb altijd wel genoeg alcohol in huis om een heel leger te ontsmetten hier. Dus ja, dat hebben we nou geregeld. Ik zat ook helemaal onder de scheid, omdat meneer zijn voeten in de scheid had gedouwd. En daarna even lekker tegen mijn t-shirt aan heeft staan douwen. Dus ja, die problemen hebben we ook. En hij heeft zijn bril nu niet op, die liggen nu op de badkamer. Ga ik daar wel een keer halen als ik zin heb. Maar wie zin meer? Hier is de boosdoenderd. Maar ja, hoef je in ieder geval vandaag niet meer in de douche, hè, jongen. Je bent al helemaal gewassen. Niels heeft vakantie vandaag gekregen. En Niels, wat doen wij altijd als jij vakantie krijgt? Iets lekkers eten. Iets lekkers eten. Dus wij hebben sushi besteld. En wij gaan daarna lekker smullen. Kindjes zitten lekker een filmpje te kijken. Hebben pannenkoeken gegeten. Dus hun hebben ook iets lekkers gehad. En wij gaan daarna lekker smullen. Liam die ligt op bed. Niels is nou bezig met Jordi. Die gaat ze ook naar bed. Sammetje heeft net zijn flesje gehad. Maar ik wil even laten zien hoe dat ik... hoe dat ik Sam het snelste aan het lachen kan krijgen. Oh, nou wil je niet meer? Net was je helemaal aan het lachen. Zo dus. Een hele goede morgen. Ik ben al naar de winkel geweest. En ik heb watermeloentje gehaald. Yay! Dan gaan de kindjes en papa gaan lekker fruitje doen. Ik ga even Sammy doen, want die heeft alweer honger. En dan gaan we weer verder hier. Oké. Hij was net aan het gillen in de box. Ja, hij was aan het gillen. Ik heb nou misschien gehad. Ja, papa is buiten eventjes onkruid aan het wieden langs de buitenkant. Maar papa is buiten onkruid aan het wieden. En ik zit hier met Sam. De broers van Sam, die liggen al op bed. Die liggen te slapen. En wij zitten hier. Nou. Jazeker. Hier is er één wakker. Heeft papa je wakker gemaakt? Nee. Was je al wakker? Bang, en dan roep je niet. Hij was net aan het... Ik kriebelde een keer over zijn rug en hij was wakker. Hij was al een beetje aan het draaien. Gaan we Jordi ook wakker maken? Dan doen we dit uit, kan je wat vertellen. Jordi... Ik wil niet. Je wil wel. Als je weet wat papa met je van plan is. Papa wil met jullie gaan wandelen. Wakker worden. Oh, ik wil niet, papa. Ik ga deze avond eens naar beneden. Ja. Jordi. En daar gaan we. Ben je nou wakker? Nee, hij is nog niet wakker. En daar gaan we. En daar gaan we.
Kan toch niet? Die staat toch niet daarachter? Soms heb je het probleem, je bent druk bezig of je gaat een stuk wandelen of wat dan ook. Ik denk bij chips, ik moet nog eten maken. Nou, ik ga vandaag soep maken en ik ga jullie laten zien wat de makkelijkste soep is alle tijden. Je begint met een pan met warm water. Die zet je op het vuur zodat het warmer wordt. En ondertussen ga je dingetjes toevoegen. Ik kies in dit geval voor rundsoep, rundvleessoep, runderbouillon. Dus deze gaat er eentje in. Ik heb 3 rundvleesbouillon blokjes. Die gaan er ook bij. Het is natuurlijk verschillend in wat voor pan je kookt. Ik heb nu een gemiddelde, ja, ik heb 4 maten pannen en dit is de derde maat, de derde grootste. Ja, Sam, je krijgt zo je fles. Dan hebben wij er ook altijd soepballetjes in onze runderbouillon. Je kan ze natuurlijk zelf maken, maar het gaat om het snelle, hè? Je hebt ze ook in de vriezer, die kun je ook uit de vriezer halen. Of... Het is maar net wat je eigen voorkeur heeft. Dan heb ik fijne soepgroenten. Ik kies meestal voor fijne soepgroenten, dat is ook makkelijker voor de kindjes om te kauwen. En die gaat de hele zak gaat erin. Men pakt een lepel, roert het een keer door. Dan ziet het er zo uit. Dit ga ik aan de kook brengen. En dan als de gehaktballetjes klaar zijn, is meestal ook de groente klaar. Proef ik het eventjes. En dan, ik had geen runderbouillon meer, maar dan heb ik altijd nog deze achter de hand. Dus ik moet binnenkort weer even runderbouillon halen. Maar deze zijn een goede vervanger. In nog geen 2-3 minuten staat de soep op. Het koken zover. Je ziet dat er van die waas of zo eroverheen komt. Dat zijn eiwitten van het vlees. Mij boeit er allemaal niet. Met de koksopleiding moet je het eraf spanen. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Extra eiwitten zijn altijd prima. Ik weet echt wel hoe en wat je qua koken moet doen, gelukkig. Ik heb koksopleiding gedaan. Ik heb hem niet af kunnen maken omdat ik aan het einde van het jaar gediagnosticeerd werd met fibromyalgie. En ik moest kiezen of school afmaken en uiteindelijk helemaal instorten. Of... stoppen met de opleiding en kiezen voor mezelf. Dus daar heb ik voor gekozen. En ik heb eigenlijk gewoon 2 jaar volop de koksopleiding gedaan. Alleen het eindexamen heb ik niet kunnen doen. Dus ik weet wel wat je wel en wat je niet moet doen. En alles, gelukkig. Dus ik doe het op deze manier. Een ander zal wel zeggen, ja maar je mag het niet, bla bla bla. Inderdaad. Officieel moet je de eiwitten eraf schuimspanen. Maar ik doe dat niet, want ik vind dat gewoonweg niet nodig. Het brengt extra smaak aan de soep, vind ik. Dus just doen wat je lekker vindt. Je kan het eraf spanen, het hoeft helemaal niet. Slaap lekker! Met zwijnen, mama. Doei! Dag, mama. Ik hou van jou! Doei!
Doei. Liam is altijd heel schattig als hij naar bed wordt gebracht. Gaat hij altijd zwaaien. Maar Liam zwaait niet als normaal. Nee, Liam die zwaait als de koning. Een hele goede morgen. Wij waren al heel vroeg op, want de kindjes waren al vroeg wakker. Dus ja, dan ga je dingen doen. En wij zijn nu bezig met Jordi. Want Jordi, die is gek van muziekjes en... Hoe noem je dat? Dat een geluid, zeg maar, bas geeft, toch? De trillingen van het geluid. De trillingen, zei je, toch? Ja. En, ja, wat hebben we nou gedaan? Wij hebben hier zo'n basboxje staan. En wij zagen bij, ik volg een gezin, Fathering Autism. En dat is een Amerikaans gezin met een meid die autisme heeft. En die werd heel rustig van dit soort dingen. Van een boxje met al muziek. En aangezien wij continu speelgoed moeten kopen voor Jordi, wat hij helemaal nat zevert en doet, en dat uiteindelijk kapot gaat, hebben we besloten om dit eens te gaan proberen. En we zijn nu een kwartiertje bezig ongeveer. En hij heeft eerst even gewend, zeg maar, aan het idee. En dit geeft ook lichtjes natuurlijk, dus dat is ook voor hem rustig. En papa, wat vind je er tot nu toe van? Vind je een goed idee van mama? Ja, dat vind ik leuk volgens mij. Ja. En het is geen JBL box, maar een TNG. Ja, dit is gewoon een... De AliExpress versie. Precies. Maar als we zo zijn schermtijd kunnen verkorten, moeten we er natuurlijk ook iets mee doen. En als dit de oplossing is voor hem, dan moeten we dat doen. Toch? Echt waar? Dat meen je niet, Sammy. Doet doet. Hallo. Ja, dat is jouw voet. Jordi en Liam hebben lekker poffertjes gegeten. Wij broodje hamburger. Ja, ik had zelf hamburgers gemaakt. En ja, maar goed gelukt of niet? Ja, dat was lekker. Mooi hoor. En dit is eigenlijk een beetje onze hele zondag geweest. Een beetje niks doen en een beetje iets doen en een beetje niks doen en een beetje iets doen. Toch? Mm-hmm. Ja. En daar gaan we nu mee door. Daar ga ik even de jongens in bad doen. En dan kunnen ze ook weer een keer naar bed. Lekker rustig weer. Lang leven de vakantie, toch papa? Ja. Ja. Wij gaan nog even hangen. En toen lag alles op bed te slapen. Ja. Morgen gaat Jordi nog naar school. Vrijdag gaat Jordi nog naar school en dan heeft hij vakantie 3 weken. En wij gaan nu ook bij deze upsilon afsluiten. Want ja, ik ben nog aan het opruimen en wat dingetjes aan het doen. En morgen gaan jullie zien wat ik heb gedaan, want ik heb iets verzet. Toch? Ja. Ja, dat gaan we morgen laten zien. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.